Vandaag is de Gelderse fietsvierdaagse van start gegaan. De route loopt ook deels door Overbetuwe en daar is de gemeente maar wat blij mee. Zij zetten namelijk flink in op veilig fietsen voor ouderen. Vanochtend nam ik alvast een kijkje in het dorp Zetten, waar de deelnemers hun eerste stempel konden ophalen. Vandaag is de Gelderse fietsvierdaagse van start gegaan en een van de eerste stops is hier in Zetten, waar mensen een stempel kunnen laten zetten. Naast hap en drankje is er natuurlijk ook even tijd voor een praatje over veilig fietsen. De route van de Gelderse fietstocht voer al vanaf de Veluwe over het pontje bij Wageningen naar de Betuwe. Na de stop in Zetten wordt ook park Lingenzegen nog aangedaan, waarna er weer teruggefietst wordt naar de Veluwe. Er zijn drie routes van 25, 40 en 60 kilometer. Wij gaan 60 kilometer fietsen en we zitten op de route van de 60 kilometer. Dus. En die route vinden ze prachtig. We hebben zo mooi door de Bennekom gefietst. En wij komen zelf van de camping uit Otterlo. Daar in die omgeving fietsen we veel. Dus toen las ik dit, dacht ik, oh ja, dan zien we gelijk ook weer eens een nieuw stukje van Nederland. Vanmorgen zijn we met de regen opgestaan. En we dachten, wat moet dat worden vandaag? Maar het is geweldig weer. Het is een beetje wind, maar het gaat fantastisch tot nu toe. En ik denk dat we daar wel volhouden vandaag. En zo niet, dan zijn er op permanente basis ook nog altijd de gloednieuwe doortraproutes. Die de gemeente heeft ontwikkeld om veilig fietsen te stimuleren. Nou ja, de doortraproute die hebben we samen met de Fietsersbond ontwikkeld. En dan zoeken we juist routes op die makkelijk te vinden zijn, maar ook gewoon veilig zijn. En die ook voorzien zijn van fietspaden. En dan zorgen we ook dat we weinig obstakels bij zitten. Dus voor iedereen eigenlijk te fietsen, of je van 0 tot 100. Maar veilig fietsen begint natuurlijk met goede voorzorgsmaatregelen. Zoals het dragen van een helm. Ja, dat proberen we ook heel erg actief te stimuleren. Hè? Dus dat het helm dragen, dat zie je dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Want hier heb ik nog niet één fietser gezien zonder helm. Ja, dat is heel bemoedigend. Maar eigenlijk zouden we willen dat iedereen die op de fiets zit, ook ik, een helm zou dragen. En daar moeten we nog hard aan werken. Hoe zorgt u ervoor dat u veilig fietst? Nou ja, kijk. Ik ben wel eens gevallen van de fiets. Ja, toen dacht ik, ja, nou moet ik toch maar naar een valhelm. Mijn man heeft ook een racefiets, dus die had al een helm. Ik heb ook een spiegeltje op mijn fiets, dat vind ik ook wel prettig. Maar we denken er wel al langer over en de actie van doortrappen, die hebben we al vaker meegemaakt onderweg. En dat is een goede actie en daardoor zijn we ook op het goede spoor gekomen.